16 maart kiezen we samen de toekomst van Haarlem. Haarlem is een prachtige stad om te wonen. Een bruisend centrum, diverse wijken, een veelzijdig cultuuraanbod en mooie natuur dichtbij. Haarlemmers zetten zich samen in voor de stad, voor elkaar en voor een betere toekomst. Maar Haarlemmers maken zich ook zorgen over de toekomst. Er is een enorme wooncrisis in Haarlem. De wachttijd is veel te lang en de prijzen van een koopwoning schieten door het dak. En wie vinden we nu echt belangrijk? Zijn het de pandjesbazen en speculanten? Of zijn het de bewoners, de onderwijzer voor de klas en de verpleegkundigen? Wat voor stad moet Haarlem in de toekomst zijn? De stad waar er ook toekomst is voor de 3000 kinderen die opgroeien in armoede? Krijgen ouderen wel de zorg die ze nodig hebben? Het weer wordt steeds extremer. Is Haarlem in de toekomst nog wel leefbaar? Een betere toekomst is wel mogelijk. Samen kunnen we dat. Een toekomst waar Haarlemmers wel een betaalbaar huis kunnen vinden. Door 10.000 betaalbare woningen bij te bouwen en foute beleggers en speculanten aan te pakken. Een toekomst waar alle kinderen een eerlijke kans hebben. Waar Haarlemmers de zorg op maat krijgen die ze nodig hebben. Een groene stad waar we samen onze eigen duurzame energie opwekken. Kies voor een sociale en duurzame toekomst. Stem PvdA Haarlem.